En Abarabroki is vanmiddag opgeschrikt door een grote brand op de hoek van de Richard Follière straat en de Herman Steenbergstraat. Onze nieuwsdienst was voor de brandweer ter plekke en zag dat twee woningen reeds volledig in de as waren gelegd. Buurtbewoners probeerden om de twee omliggende huizen te redden. Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde, stond de derde woning al in brand. Er werden verwoede pogingen gedaan om de inboedel van de resterende woningen te redden. Even leek het mis te gaan toen een bewoner het brandende huis binnen wilde gaan. Maar de brandweer kon erger voorkomen. Er werd gebeden voor het behoud van de overige woningen. Vrouwen barsten in tranen uit. De brandweermannen werden volledig ondersteund door de buurtbewoners in hun poging de panden te redden. Ten slotte zijn drie woningen volledig in de as gelegd, terwijl de vierde voor een deel afbrandde. De oorzaak van de brand was bij het te pers gaan van dit bericht nog niet bekend.